Beste mensen, van harte welkom. Mijn naam is Lara Mol, ik ben programmamaker bij Studium Generale, podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. En dit is de derde aflevering in de reeks Dat is nou evolutie. Ik zal de presentatie van vanavond op mij nemen en mijn collega Niels Tjonk modereert de chat. In deze live chat kun je gedurende de lezing al beginnen met het stellen van vragen of misschien discussiepunten te berde brengen. Je ziet hem als het goed is rechts in beeld staan. En die vragen zal ik ook meenemen in de Q&A. En dus ook stellen. Zorgen dat die bij de spreker terechtkomen. We gaan het vandaag hebben over de evolutie van ziektekiemen en in het bijzonder van virussen. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat dit onderwerp actueler is dan ooit. Maar voor de gast van vanavond is het gesneden koek. Zij is hier al vanaf het begin van haar academische carrière mee bezig. Onze gast van vanavond is dokter Monique Nijhuis. Ze is universitair hoofddocent aan het departement medische microbiologie van het UMC Utrecht en gespecialiseerd in het onderzoek naar HIV en AIDS. Het HIV-virus is een virus dat uitzonderlijk snel evolueert en Monique ontwikkelt samen met haar team methoden om HIV en AIDS te behandelen en te genezen. De vraag is een beetje, welke parallellen zijn er te trekken tussen HIV en het coronavirus? En ook, hoe kan inzicht in de evolutie van een pathogeen de bestrijding en behandeling van de ziekte die het veroorzaakt vooruit helpen? Na afloop van Monique haar verhaal zal evolutionair bioloog Dr. Edwin Pos, met wie we samen deze reeks over evolutie organiseren, allereerst een korte reactie geven. En daarna is het tijd voor de vragen van jullie, van de kijkers. Alles wat in de chat binnenkomt, kunnen we op hen afvuren. Dus schroom niet. Voor nu, Monique, the floor is yours. Laura, hartelijk dank voor deze prachtige introductie. En jullie ook allemaal welkom bij deze lezing en deze enigszins ongebruikelijke setting voor een studium generale lezing. Maar deze ongebruikelijke setting heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij ons nu bevinden in de tweede golf van de coronaviruspandemie. En deze sluit dan weer naadloos aan bij de titel van mijn presentatie. En zoals Laura net al even aangaf, wil ik het graag met jullie hebben over de evolutie van ziektekiemen. En natuurlijk uiteindelijk of wij denken dat de evolutie van deze ziektekiemen ons fataal gaan worden, ja of nee. Nou, om hier antwoord op te kunnen geven, zou ik jullie graag mee willen nemen. En als eerste even met jullie in willen gaan op een aantal evolutionaire begrippen. En in de allereerste lezing van deze serie heeft Dr. Edwin Pos deze evolutionaire begrippen al fantastisch uitgelegd. En wat ik nu graag zou willen doen, is dat ik een aantal van deze begrippen even terug wil halen en dan wil gaan toepassen op het gebied van de virologie. Vervolgens neem ik jullie mee terug in de tijd. En neem ik jullie mee terug in de tijd naar een aantal grote epidemieën en pandemieën. En zullen we eigenlijk via de middeleeuwen langzaam zeg maar gaan naar 2019 en uiteindelijk natuurlijk naar het jaar van de grote coronaviruspandemie 19 of 2020. En dat alles om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de vraag of evolutie van ziektekiemen ons fataal gaat worden, ja of nee. Dus laten we beginnen met een aantal evolutionaire begrippen en daarvoor zou ik jullie graag willen voorstellen aan Thomas Malthus, sociaaldemograaf, ook al even genoemd in de allereerste lezing door Edwin Pos en hij werd gezien als de grote pessimist van zijn tijd. En dat was op basis van een essay die hij geschreven heeft met de titel Principles of Population, waarin hij aangaf dat er geen oneindige groei kan zijn in een populatie. En hij introduceerde eigenlijk ook de frase struggle for life. Nu weten we dat Charles Darwin en ook Wallace Thomas Malthus hebben gelezen. Dus ze waren onder de indruk van wat hij zei. En mede dat, en natuurlijk zijn reis op de Beagle, heeft geresulteerd in het boek The Origin of Species. Waarin hij helemaal uitzet en ook echt laat zien dat al het leven op aarde afkomstig is van één gemeenschappelijke voorouder. En dat het geëvolueerd is door een proces wat hij natuurlijke selectie noemt. Je ziet dat iedereen elkaar inspireert in die tijd en Charles Darwin was weer een inspirator voor Herbert Spencer. Herbert Spencer was bioloog en socioloog. Het was heel gebruikelijk in die tijd om over de verschillende academische disciplines heen te werken. En hij schreef het boek Principles of Biology, 1864. En hij introduceerde voor het eerst de frase survival of the fittest. En hij noemde dat het mechanisme achter natuurlijke selectie, zoals beschreven door Charles Darwin. En ook Darwin gebruikte daarna deze frase, survival of the fittest, als een synoniem voor natuurlijke selectie. En heeft het als zodanig ook opgenomen in de latere edities van The Origin of Species.
Dus hiermee wilde ik even heel erg terugpakken op de allereerste serie van deze reeks colleges. Maar wilde ik ook echt de term survival of the fittest introduceren. En deze term zou ik graag in een beetje meer detail willen uitwerken met jullie. Wat je ziet, dat hebben we ook in de vorige lezing besproken met filosoof Jeroen Hopster, is dat deze term, survival of the fittest, vaak verward wordt en oneigenlijk gebruikt wordt als recht van de sterkste. Het werd ook gebruikt als argument voor ongebreidelde imperialistische bewegingen, zeg maar, tijdens de Tweede Wereldoorlog van Nazi-Duitsland. En dat geeft mensen soms het morele recht van de sterkste boven de zwakste. En dat heeft er eigenlijk in geresulteerd dat deze hele term survival of the fittest heel vaak vervangen wordt door de term natuurlijke selectie. Maar waarom blijf ik er dan toch zo op hameren? Dat doe ik eigenlijk omdat fitness, dus eigenlijk de fitness van een bepaald organisme, in de biologie heel veel gebruikt wordt. En zeker in de microbiologie en in de virologie. Nou, wat is nou eigenlijk fitness? Wanneer ben je heel erg fit? Je bent heel erg fit als organisme als jij een goede overlevingskans hebt en een goede voortplantingskans. En wat is daar nu voor nodig? Daar is voor nodig dat jij je goed kunt vermenigvuldigen in je omgeving. Dat kan helemaal geen kwaad als je net even iets sneller bent in de vermenigvuldiging dan bijvoorbeeld je collega-organismen die er zijn. Maar je moet je niet alleen goed kunnen vermenigvuldigen, je moet je ook heel goed kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. En die veranderingen in de omgeving en die aanpassingen gebeuren vaak door kleine mutaties. En soms zien wij grote veranderingen door bijvoorbeeld recombinatie. En het is heel belangrijk dat deze aanpassingen genetische aanpassingen zijn. Want dat betekent eigenlijk dat je deze aanpassingen, deze nieuwe eigenschappen kunt doorgeven aan de volgende generatie. Kijk, mijn muis doet het niet meer. Oh, ja, nu doet hij het weer wel. Ja, er is ook heel veel vervanging over de term fitness. En wat mensen heel vaak denken is dat fitness gelijk staat eigenlijk aan virulentie. En virulentie zegt eigenlijk iets over de pathogeniciteit van een organisme. In andere woorden, is een organisme in staat om ziekte te veroorzaken, ja of nee? En heel veel mensen denken dus, wat ik hier aangegeven heb, dat een heel virulent virus ook een heel fit virus is. Nou, is dat niet altijd het geval en vaak juist helemaal niet het geval. En een van de voorbeelden daarvan is ebola-virus. Ik weet zeker dat jullie allemaal hebben gehoord van het ebola-virus. Komt veelvuldig voor in verschillende uitbraken in Afrika, met name in Centraal-Afrika. En wat we zien is dat het eigenlijk altijd zeer virulente varianten betreft, dus varianten die heel erg veel ziekte veroorzaken. En als gevolg daarvan kan het virus zich heel slecht verspreiden. Want het virus is over het algemeen binnen 2 weken na infectie dodelijk. En gelukkig resulteert dat dan over het algemeen in hele kleine gelokaliseerde epidemieën. Een ander voorbeeld van een heel virulent virus is het myxomatosevirus. Het is een pokkenvirus dat voorkomt bij konijnen. Wat veel gebruikt wordt om konijnenplagen aan te pakken. Bijvoorbeeld in landen waar konijnen eigenlijk niet endemisch zijn. En het voorbeeld wat ik jullie nu wil laten zien is eigenlijk een heel mooi experiment wat gedaan is. Waaruit gebleken is dat het virus op den duur minder virulent wordt. Dus dat de evolutionaire druk is om minder virulent te worden dan het oorspronkelijke virus. En hier zie je het voorbeeld wat ik graag zou willen aanhalen. Je ziet hier een landkaart weergegeven. En op verschillende tijdstippen ziet u verschillende landen weergegeven. En op al deze momenten is geprobeerd om de konijnenplaag onder controle te krijgen met behulp van het myxomatosevirus. We zien hier weergegeven dat het myxomatosevirus een mortaliteit heeft van 90%. En dat is enorm hoog. En je ziet hier het begin van het experiment waarbij een aantal konijnen worden uitgezet die geïnfecteerd zijn met dit speciale virus. En hopelijk dan de andere konijnen in de omgeving ook gaan infecteren, waardoor er een reductie is in de konijnenpopulatie. Deze konijnen kwamen van oorsprong niet voor, bijvoorbeeld in Australië of in Nieuw-Zeeland. En zijn eigenlijk vanuit Europa meegenomen naar Australië om onderweg te dienen als voedsel. En uiteindelijk ook in Australië te dienen als voedsel. Nou, u kunt zich voorstellen dat een aantal van deze konijnen ontsnapt zijn. En vervolgens een enorme konijnenpopulatie hebben gestart in Australië. En de rechterkant hierboven zien jullie daar een voorbeeld van.
Nou, wat komt er nou eigenlijk uit dit experiment? En dat blijkt eigenlijk uit dat zowel de konijnen als de virussen zich gaan aanpassen, dat er evolutie plaatsvindt. Want we zien dat de konijnen resistent, dus minder gevoelig worden tegen dit virus. Maar wat we met name heel erg hebben gezien, is dat het virus minder virulent wordt, dus minder pathogeen wordt. Dus, en dat betekent dat de konijnen minder ziek worden en dus meer kans hebben om het virus over te dragen. En ook hieruit blijkt wederom dat het van belang is voor een virus om misschien niet zo virulent te zijn, maar juist wat minder virulent te worden en daardoor uiteindelijk veel meer kans te hebben om zichzelf over te dragen. Nu ziet u dat we in de afgelopen dia's heel langzaam zijn gemanoeuvreerd van allerlei evolutionaire begrippen naar het virus. Dus laten we daar eens even verder op gaan inzoomen. Het virus in Latijn staat voor slijm, vergif of het vuilen. En virussen komen eigenlijk al sinds mensenheugenis voor. Hier aan de rechterkant zien jullie een tableau uit de 18e dynastie, dus ver voor de geboorte van Christus. En daarop zien jullie iemand afgebeeld die duidelijk lijkt aan een bepaald ziektebeeld. En als ik nu heel erg leuk met jullie interactie had kunnen hebben, doordat we allemaal zeg maar, aanwezig waren geweest in het theater, had ik jullie kunnen vragen, hebben jullie enig idee aan welk ziektebeeld deze persoon lijdt? En ik denk dat het vrij duidelijk is als je gaat kijken dat hij problemen heeft met lopen. Dat hij ook ledematen heeft die er niet helemaal gezond uitzien. En dit is dan ook iemand die lijdt aan het poliovirus. En het interessante is nu dat het poliovirus dus echt al heel lang onder de mensen is. Maar dat er onlangs bericht is gekomen dat afgezien van een aantal brandhaarden wereldwijd we in staat zijn geweest om het poliovirus bijna helemaal uit te roeien. Dus dat is ook nog een klein beetje goed nieuws over virussen in deze donkere dagen van de COVID-epidemie. Virussen zijn dus eigenlijk al heel lang onder ons. Maar het heeft geduurd tot 1898 voordat er voor het eerst een virus werd aangetoond. En dit is gedaan door een Nederlander, Martinus Beijerinck. En in virologie eren we eigenlijk nog altijd deze onderzoeker met de virologie Beijerinckprijs die elk jaar wordt uitgereikt. Virussen zijn niet alleen maar verwekkers van allerlei nare infectieziekten. Virussen worden ook heel veel gebruikt in de moderne wetenschap en in de geneeskunde. Als wij bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap willen toevoegen aan cellen of willen verwijderen uit cellen, gebruiken we vaak transductie met virussen. En ook in de moderne gentherapie, die veel gebruikt wordt in de geneeskunde, worden steeds meer virussen gebruikt. Dus de virussen zijn niet alleen maar tools, niet alleen maar van belang voor infectieziekten, maar zijn ook echt moderne tools die veel gebruikt worden in het laboratorium. Virussen kunnen mensen, dieren, planten en bacteriën besmetten. Bij bacteriën spreken we dan over bacteriofagen. En virussen hebben de eigenschap om zo nu en dan van gastheer te veranderen. En dat noemen wij een zoonose. En als er een zoonose plaatsvindt, zou dat kunnen leiden tot een pandemie. En een pandemie is eigenlijk niets meer of niets minder dan een wereldwijde epidemie, oftewel uitbraak van een infectieziekte. En het woord pandemie is afgeleid van het Griekse woord pan, dat alles betekent, en demos volk. Nou, het is duidelijk uit deze samentrekking dat we inderdaad dan te maken hebben met een wereldwijde pandemie. Wat ik nu graag zou willen doen in de komende kwartier ongeveer, denk ik, is met jullie vier verschillende ziektekiemen, vier verschillende veroorzakers van epidemieën en pandemieën bespreken. En ik had de keuze uit nog veel meer verschillende pandemieën, maar ik heb juist voor deze vier gekozen omdat de analogie is met de huidige COVID-pandemie die we als laatste gaan bespreken. Maar ook omdat eigenlijk de ziektekiemen die al deze verschillende ziektebeelden veroorzaken, nu nog steeds allemaal onder ons zijn. En dus opnieuw kunnen leiden tot een nieuwe pandemie, bijvoorbeeld in het geval van de Zwarte Dood, of van de Zwarte Dood of de builenpest, of in het geval van weer een nieuw coronavirus. Dus laten we beginnen met de builenpest. Het hoogtepunt voor het virus en het dieptepunt voor de mensheid in Europa was in de middeleeuwen, 1348 tot 1350, een van de dodelijkste pandemieën ooit op deze aardbol. Deze bacterie kwam vanuit Azië via Noord-Afrika en de Krim richting Europa. Er zijn verschillende varianten beschreven van dit ziektebeeld. De builenpest, de bloedpest en de longpest. En een beetje afhankelijk van waar de bacterie zich initieel nestelde, kreeg je een van deze ziektebeelden. En soms kon je zelfs van ziektebeeld veranderen. En hier zie je een plaatje weergegeven uit de Toggenburg Bijbel uit 1411, waaruit duidelijk te zien is dat dit mensen zijn die lijden aan de builenpest.
We denken, dat zijn natuurlijk schattingen, dat deze pandemie 75 miljoen doden heeft veroorzaakt alleen in deze jaren, in de middeleeuwen. Waarbij 30-60% van de bevolking in Europa werd gedood door deze pandemie. En 50% van alle inwoners van Amsterdam gingen dood aan de gevolgen van infectie met deze bacterie. Dan moeten we natuurlijk wel even in ons achterhoofd houden dat dit speelde in de achtergrond van de 100-jarige oorlog in Europa en dat dit speelde in tijden van grote hongersnood. Nou, wat ik al zei, deze bacterie is vaker voorgekomen wereldwijd, een uitbraak hiervan. En we kennen bijvoorbeeld de plaag van Justinianus, 50 miljoen doden in de jaren 500 na Christus. En er zijn ook allerlei andere uitbraken beschreven die ook toegeschreven worden aan dezezelfde bacterie. En het enge is eigenlijk dat deze bacterie nog steeds voorkomt. We horen er eigenlijk bijna niets over. Elk jaar vallen er nog doden als gevolg van deze bacterie. Maar gelukkig hebben we op dit moment antibiotica en kunnen we eigenlijk de initiële gevallen van de uitbraak van deze bacterie goed behandelen. Maar de oorzaak van de zwarte dood is de pestbacterie, Yersinia pestis. En deze bacterie wordt overgebracht via rattenvlooien. Maar ook hierover waren, net als bij COVID-19, heel veel complottheorieën. Mensen hadden natuurlijk geen idee van het bestaan van bacteriën en van virussen, dus men ging ervan uit dat de vergiftiging moest komen uit waterbronnen. En wie anders dan een aantal minderheden in de populatie zou dat kunnen hebben gedaan? Dus al snel werd de vinger gewezen richting de Joodse bevolking, bedelaars of misschien wel de mensen met lepra. Nou, dit alles werd eigenlijk alleen nog maar verergerd toen een Joodse leider echt het vuur letterlijk aan de schenen werd gelegd. En hij uiteindelijk ook toegaf dat hij inderdaad waterbronnen had vergiftigd met hersenen van christenen gemengd met allerlei chemicaliën. En toen was inderdaad het begin van de jodenvervolging in deze tijd van de zwarte dood. Er zijn nog meer overeenkomsten wat betreft niet alleen complottheorieën, maar ook wat betreft bescherming tegen virusinfecties, of in dit geval een bacterieinfectie. Dat zien we hier. Aan de rechterkant zien wij de pestmees of de snaveldokter. Dat was iemand die speciaal was aangesteld om de pestleiders, zo heten de mensen die geïnfecteerd waren met de pestbacterie, te verzorgen. Dat was niet iets wat je graag deed. Dan moest je echt aangewezen worden door de gemeente om dat te gaan doen. En wat we zien als we dan gaan kijken naar deze mensen, komt eigenlijk wel weer heel erg overheen met hoe we ons nu ook beschermen tegen bijvoorbeeld COVID-19. Ze dragen een hoed, maar wij dragen ook een soort van bescherming op ons hoofd. Beschermende kleding. Ze hebben een houten stok, zodat ze echt niet heel dichtbij de mensen hoefden te komen die geïnfecteerd waren. En ze hadden niet een mondmasker, maar ze hadden een snavel. En in die snavel hadden ze allerlei kruiden gedaan, omdat ze dachten dat die kruiden hun zouden beschermen tegen hetgeen in de waterbronnen zat wat hun infecteerde. En het gevolg was eigenlijk dat zij ook in veel mindere mate geïnfecteerd werden dan de normale bevolking. En dat komt eigenlijk doordat al deze beschermende maatregelen niet zozeer hun direct beschermen tegen infectie met de pestbacterie, maar wel degelijk beschermen tegen beethonden door rattenvlooien. Nou, daarnaast is ook een andere analogie dat de patiënten buiten de stad werden geplaatst. Dus mensen die geïnfecteerd waren met de pestbacterie werden op een boot gezet, werden over de Overtoom naar het pesthuis gebracht in Amsterdam bijvoorbeeld. En de toestand die beschreven is van de pesthuis in Amsterdam was echt abominabel. Het is echt geen wonder dat 50% van iedereen die geïnfecteerd was met deze bacterie uiteindelijk overleed aan deze bacteriële infectie. Dan laten we dan gaan van een infectie en een pandemie in de middeleeuwen naar een pandemie waarvan de eerste gevallen in de Verenigde Staten werden beschreven in 1981. Het is interessant om te weten dat het 2 jaar heeft geduurd, tot en met 1983, voordat wij wisten dat de veroorzaker van AIDS, want daar hebben wij het over, een virus was. Namelijk het humaan immunodeficiëntievirus, HIV. Sinds 1981 zijn er 35 miljoen mensen wereldwijd overleden aan deze pandemie.
En op dit moment zijn er ongeveer 38 miljoen mensen geïnfecteerd. En als we nu kijken naar het plaatje wat ik hier heb weergegeven aan de rechterkant, dan is het duidelijk dat bepaalde gebieden heftiger getroffen zijn dan andere gebieden. En jullie kunnen ook zien dat met name Sub-Saharan Afrika, dus echt zuidelijk Afrika, zwaar getroffen is door deze pandemie. Jaarlijks vallen er nog ongeveer 800.000 doden door deze infectieziekte. We hadden de hoop dat in 2020 dit aantal richting de 500.000 zou kunnen gaan. Maar met de huidige COVID-19-epidemie ben ik bang dat deze aantal alleen maar toenemen. En dat is met name omdat mensen zorg mijden, ook in Zuidelijk Afrika. En ook omdat mensen, als ze dan al zorg zoeken vanwege hun HIV-infectie, vaak geweigerd worden omdat HIV gezien wordt als een chronische infectieziekte en niet als een acuut probleem. En mensen toch wel kunnen overlijden op dat moment aan de HIV-infectie. Maar als we dan gaan kijken naar het aantal nieuwe infecties, dan vind ik dat zelf altijd weer een schrikbarend hoog aantal, namelijk 1,7 miljoen. En als je die twee getallen met elkaar vergelijkt, 800.000 en 1,7 miljoen, dan is het ook duidelijk dat de epidemie nog elk jaar groeit met ongeveer 1 miljoen mensen. En dat is met name ook omdat niet iedereen nog steeds toegang heeft tot medicatie. Ik zal straks iets meer vertellen over behandeling van HIV. Maar we hebben op dit moment een combinatietherapie en daarmee kunnen we eigenlijk iedereen heel effectief behandelen. Maar daarvoor moeten ze wel dagelijks toegang hebben tot deze medicatie. En meer dan 15 miljoen mensen, dus bijna de helft van alle mensen die geïnfecteerd zijn wereldwijd, heeft nog steeds geen toegang tot deze medicatie. Zoals ik al zei, zijn de eerste gevallen van AIDS beschreven in de Verenigde Staten vroeg in de jaren 80. Maar dat is niet waar het virus ontstaan is. Wij denken echt dat het virus ontstaan is in Centraal-Afrika. En dat we hebben in dit geval opnieuw sprake is van een zoonose, oftewel een verandering van gastheer. En wat ik hier heb weergegeven is eigenlijk een filogenetische boom of een soort van verwantschapboom. Ook al weergegeven in Darwin, zeg maar, in zijn boek In the Origin of Species. En in dit geval hebben we eigenlijk de verwantschap weergegeven van 5 verschillende HIV-introducties in de menselijke populatie. En als we dan even gaan kijken, dan zien we hier 2 keer de introductie van HIV-2. Dat is een variant van HIV-2 die voorkomt in Westelijk Afrika. En dan zie je eigenlijk dat deze heel erg verwant is aan SIVSM. En dat is Simian Immune Deficiency Virus van de Soetie-Mengebi. Oftewel een apenvariant van HIV. Dus het lijkt erop dat dit virus 2 keer geïntroduceerd is in de menselijke populatie. Als we dan gaan kijken naar HIV-1, dan zien we dat er in ieder geval 3 introducties zijn geweest in de menselijke populatie. En HIV-groep M, de M staat voor major, is eigenlijk de grootste infectie wereldwijd. En daarmee zijn de meeste mensen geïnfecteerd, zowel in de westerse wereld als in Zuidelijk Afrika. Nou, als we dan gaan kijken naar een andere filogenetische boom, en daarin zien we eigenlijk al deze in geel weergegeven varianten, weergegeven hier, dat zijn eigenlijk allemaal isolaten die voorkomen in Centraal-Afrika. En als we dan midden in deze filogenetische boom 2 isolaten plaatsen die heel vroeg gevonden zijn, in 1960 in Kinshasa en in 1959 in Kinshasa, in dit geval hebben we het over het rode isolaat hier en over het zwarte isolaat hier. Dan kun je zien dat die eigenlijk in die verwantschapsboom heel erg ver uit elkaar liggen. En dat betekent dat op dat moment, 1950, het virus eigenlijk al geëvolueerd was. En dat betekent dat de introductie van deze hele groep virussen al veel eerder heeft plaatsgevonden. En we denken nu dat het ergens zo rond 1900 zal zijn geweest. Nou is de introductie van een virus in de menselijke populatie niet voldoende. Dat virus moet zich ook zien te verspreiden in de populatie. En als ik een virus zou zijn, moet je ook zich een beetje kunnen aanpassen aan de populatie. En dat heeft zeker plaatsgevonden. En we denken dat het ook niet toevallig is dat dat samenvalt met de verstedelijking van Afrika. En met de ontwikkeling van het hele railroad system gedaan door de Engelsen in Afrika. En de schattingen zijn dat zo rond 1920, 1950 er ongeveer 1 miljoen mensen per jaar door Kinshasa reizen. En dus mogelijk besmet zijn geraakt met dit virus en het vervolgens door de rest van Afrika hebben kunnen verplaatsen. Wat we ook zien, en dat zien we natuurlijk heel vaak, is dat samenvalt met verstedelijking is ook verandering in gedrag. En wat we ook zien is dat veel mensen naar de stad trekken en dat prostitutie
een soort van handelsmiddel aan het worden is. Dus dat opgeteld bij het feit dat HIV overgedragen kan worden via seksueel contact en via bloed-bloed contact, maakt dat de verspreiding van het virus nog sneller gaat. En als we het dan hebben over bloed-bloed contact, dan hebben we het met name over vuile naalden. En vuile naalden zijn, voor zover wij weten, heel veel gebruikt in verschillende vaccinatiecampagnes in de 1900s. En ook voor de behandeling van allerlei infectieziekten. En wij denken dat dit allemaal factoren zijn geweest die van belang zijn geweest. Niet zozeer voor de introductie. Want voor de introductie is waarschijnlijk alleen het eten van bushmeat of het in contact zijn van bushmeat van belang. Maar vervolgens moet het virus zich ook kunnen verspreiden in de populatie. En daarvoor denken we dat dit allemaal heel erg belangrijk is geweest. En dat is goed om te weten, want dat is ook van belang voor enige nieuwe virusintroductie in de menselijke populatie. Als we het dan hebben over overeenkomsten met COVID, dan is dit denk ik ook een overeenkomst die we heel even moeten bespreken. 1981, dus dat is echt de tijd waarin de eerste patiënten gediagnosticeerd werden met AIDS. We wisten nog niet dat HIV de veroorzaker was van AIDS. Het ziektebeeld werd ook nog geen AIDS genoemd. Het werd GRID genoemd en dat was Gay-Related Immune Deficiency. Het werd in de volksmond ook wel Gay Plague genoemd. Weer even terugpakken op de zwarte dood die ik net beschreven heb. En wederom, en dat zal jullie niet onbekend voorkomen, werd deze pandemie ontkend door het Witte Huis. En hier zien jullie een verslag van het gesprek met mensen van het Witte Huis, waarbij gevraagd wordt of zij commentaar willen geven op het feit dat de CDC heeft verklaard dat AIDS een pandemie is in 1982 en dat er meer dan 600 gevallen zijn. Er wordt vervolgens heel erg lacherig op gereageerd en het Witte Huis antwoordt van nou, ik heb er geen last van, jij wel. En ik denk dat dat veel overeenkomsten heeft met de reactie op COVID-19 40 jaar later. Net als bij COVID op dit moment was er en is er zeg maar, nog steeds ontkenning van AIDS. En met name van het feit dat HIV de veroorzaker is van AIDS. Men denkt ook daar nog steeds in verschillende complotten. En men denkt ook dat niet HIV de veroorzaker is, maar soms drugsgebruik bijvoorbeeld de veroorzaker is van AIDS. En ook stigma rondom HIV is nog steeds in Nederland, maar ook met name in Zuidelijk Afrika een groot probleem. En dat is iets wat ik me steeds over verbaas als ik daar kom. Want in sommige regio's ongeveer 30% van de bevolking HIV positief. Dan zou je denken van, dit is toch iets waar we met z'n allen normaal mee kunnen omgaan en normaal over kunnen praten. Maar dat is nog steeds niet zo en echt nog steeds een issue. Dan was dat ook een issue in de vroege dagen van de HIV-epidemie. En ik denk dat dat wel duidelijk wordt gemaakt ook door dit teken. En het trieste is dat het een teken is van een kerkelijke organisatie, waarbij je denkt dat zij toch juist zouden moeten opkomen voor de mensen. Geef ze aan, AIDS is a God's curse on a homosexual life. Nou, daar kun je het mee doen. En de tegenhanger daarvan is mooi weergegeven op de rug van deze activist van ACT UP. En zij geven echt aan met dit bericht van dat zij willen dat de FDA doorgaat en met name medicatie wil goedkeuren voor gebruik voor mensen die besmet zijn met HIV en die behandeld moeten worden omdat ze anders zullen sterven aan deze infectieziekte. Dus dit geeft even de twee verschillende spectra weer die er waren, zeg maar begin jaren 80. Maar ook de hopeloosheid, omdat we op dat moment nog geen medicatie hadden en het idee hadden dat misschien een aantal middelen wel of niet zouden kunnen werken. Nou, de oplossing voor dit alles ligt natuurlijk niet in het vergroten van stigma, maar dat ligt natuurlijk uiteindelijk in research, in onderzoek. En dat is denk ik heel mooi weergegeven op dit pamflet, waarbij ze aangeven, weet je, dat we geen hysterie willen, maar dat er gewoon onderzoek gedaan moet worden en dat dat een manier is om deze epidemie aan te pakken. Dus ik wil jullie heel graag iets gaan vertellen over het HIV-onderzoek dat wij gedaan hebben, maar niet alleen wij, maar veel mensen natuurlijk wereldwijd. En ik zal proberen om het ook vanuit het evolutionair oogpunt een beetje te benaderen. Ik denk dat een van de grootste successen die we behaald hebben met HIV-onderzoek, de ontwikkeling van medicijnen is. En daarmee hebben we eigenlijk deze dodelijke infectieziekte, een chronische infectieziekte gemaakt. Waarvoor je wel afhankelijk bent van een dagelijks medicijn, maar in ieder geval wel op een gezonde manier oud kunt worden.
Maar laten we even teruggaan naar het begin van de infectie. Wij weten dat als iemand geïnfecteerd raakt met HIV, dat iemand dan eigenlijk geïnfecteerd raakt met één virus, misschien hooguit twee virussen. En die virussen kunnen zich vervolgens gaan nestelen in het lichaam. En dan zie je eigenlijk al binnen enkele dagen na initiële infectie dat het virus voorkomt in allerlei verschillende organen, inclusief het centrale zenuwstelsel. En dat we dan eigenlijk niet meer te maken hebben met één virus, maar met iets wat wij een quasi-species noemen. Dat is eigenlijk een soort van wolk aan verschillende virussen. En die verschillende virussen lijken allemaal heel erg op elkaar, maar zijn allemaal net even iets anders. En over het algemeen hebben ze allemaal net even één mutatie verschil ten opzichte van het oorspronkelijke virus. En wij noemen dit een complexe en dynamische populatie van virussen. En wat we daarmee bedoelen te zeggen is dat het dynamische aspect is dat het over de tijd verandert. Dus dat je vandaag andere virussen bij je kan dragen dan morgen. Maar ook dat het complex is in de zin van dat er verschillende virussen kunnen voorkomen in de verschillende organen. We weten bijvoorbeeld dat de virussen die voorkomen in het centraal zenuwstelsel anders zijn dan de virussen bijvoorbeeld die voorkomen in de lymfklieren en je oksels. En dat is denk ik iets dat we heel erg in gedachten moeten houden als wij bij dit virus willen gaan denken aan behandeling of aan genezing of aan vaccinontwikkeling. Want eigenlijk als wij HIV willen behandelen, behandelen we niet dat eerste virus waarmee deze persoon geïnfecteerd is geraakt. Nee, dan moeten we eigenlijk deze hele zwerm aan virusvarianten gaan behandelen. Hetzelfde geldt voor genezing. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een vaccin. Het heeft geen enkel nut om een vaccin te ontwikkelen tegen één virusvariant als je al die andere infecties niet kunt voorkomen. Dus dat is iets wat we in de gaten moeten houden. Nou, als we dan gaan kijken naar behandeling van HIV, dan blijkt ook uit het plaatje wat ik jullie net heb laten zien, dat we heel lang eigenlijk nog geen goede medicijnen hadden tegen HIV. En het heeft echt geduurd tot midden jaren 90, dus 15 jaar nadat het AIDS voor het eerst beschreven werd in de Verenigde Staten, voordat wij een effectieve behandeling hadden. En die behandeling was effectief op het moment dat wij meerdere medicijnen hadden. Want die medicijnen konden wij gaan combineren. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van de cocktail die we gebruiken voor behandeling van HIV. En de truc daarachter is, uit de combinatie van die verschillende medicijnen, is dat wil jij minder gevoelig worden tegen die combinatie van medicijnen, of met andere woorden, wil jij resistent worden tegen deze combinatie van medicijnen, dat je dan drie mutaties nodig hebt. Dus twee of meer mutaties, zoals hier weergegeven. En zoals ook al in het eerste college weergegeven door Edwin Pos, evolutie is gradueel. Dus wat wij zien in iemand die geïnfecteerd is, die raakt over het algemeen geïnfecteerd met een soort van wild type virus, zitten nog helemaal geen mutaties in die resistentie kunnen veroorzaken. En in deze hele populatie van virussen zien wij wel virussen, zoals deze ene gele variant, die bijvoorbeeld één mutatie heeft ten opzichte van wild type. Maar die ene mutatie is nog niet voldoende om resistent te zijn tegen die cocktail aan medicijnen. Maar die was oorspronkelijk wel voldoende om resistentie te geven tegen één medicijn. Dus pas toen wij sinds 1996 een combinatie aan behandelingen hebben, hebben wij ervoor gezorgd dat combinatietherapie een succes werd en dat wij steeds minder virus zien in bloed. En uiteindelijk zien we dan ook dat er heel weinig virus overblijft. En het interessante is nu dat als je nog maar heel weinig virus kunt aantonen in het bloed, dat deze persoon ook eigenlijk niet langer besmettelijk is. En dus eigenlijk ook het virus niet meer kan overdragen aan andere mensen. En dat je op deze manier dus ook eigenlijk de epidemie kunt afremmen. Dus zover over HIV. Een ander virus dat ik heel graag met jullie wil bespreken, waar ik al een heel klein beetje over verteld heb, is ebola. Ebola is zeer besmettelijk en heel erg virulent. Dat heb ik al even aangegeven. Mortaliteit 50%, wat natuurlijk enorm is. En het doodt zeg maar, de gasten ook heel erg snel, de patiënt. En dat resulteert in het feit dat het eigenlijk bijna allemaal kleine gelokaliseerde epidemieën zijn. Net als bij HIV wordt een ebola-epidemie ook veroorzaakt door een zoonose. In dit geval niet door apen direct, maar eigenlijk door een vleermuis. En wat wij nu denken is dat mensen in contact komen of met de ontlasting van een vleermuis, of ze worden gebeten door een vleermuis. Sommige mensen eten zelfs vleermuizen.
Wat we echter ook zien is dat andere dieren, bijvoorbeeld chimpansees, gorilla's en zelfs antilopen, geïnfecteerd kunnen worden door het Ebola-virus. Dus als zij gebeten worden door een vleerwuis bijvoorbeeld of in aanraking komen met de ontlasting, kunnen zij ook dat Ebola-virus bij zich dragen en kunnen de mensen dus via contact met die chimpansees, gorilla's en antilopen wederom in contact komen met Ebola. Dus zo ontstaat zeg maar weer een nieuwe Ebola-virus-uitbraak. Vervolgens kan het heel snel gaan, want dit virus, Ebola, is overdraagbaar van mens tot mens eigenlijk via alle lichaamssappen. Dus dan kun je denken aan speeksel, oogvocht, maar ook bloed. En omdat het een hemorragisch virus is, zie je ook heel vaak zeg maar, dat er enorme bloedingen zijn bij deze mensen. Er zijn verschillende epidemieën geweest. Ik heb ze hierboven ook even weergegeven. Ik denk dat we allemaal nog wel de epidemie van 2014 op ons netvlies hebben. Verschrikkelijke beelden uit Centraal-Afrika. En meer dan 11.000 doden. Er is op dit moment een epidemie gaande in Congo, grensgebied met Oeganda en Rwanda. Meer dan 2.000 doden op dit moment. Nou, wat doen wij nu actief, zeg maar, om deze uitbraken ook echt kleine uitbraken te houden. En wederom is er heel veel analogie met COVID-19. Voorlichting geven over besmettelijkheid, ontzettend belangrijk. Uitleggen waarom mensen niet nog het lichaam van een dierbare mogen wassen nadat deze persoon is overleden aan ebola-infectie. Daarnaast vroege detectie van de epidemie en contact tracing. Weer heel erg vergelijkbaar met wat er gebeurt voor COVID-19. Isolatie van patiënten. Je ziet hier aan de rechterkant weergegeven de verschillende isolatieunits zoals gebouwd in Afrika. In Nederland hebben we ook speciale units voor de opvang van mensen die mogelijk besmet zijn met een hemorragisch virus zoals Ebola. Gelukkig hebben we op dit moment wel een vaccin dat momenteel getest wordt. Helaas nog geen medicijn. En het vaccin wordt nu echt actief getest in de zogenaamde ringvaccinatie rondom de infectiehaard die nu is in Congo. En hopelijk kunnen we met behulp van deze ringvaccinatie ook deze epidemie verder indammen. Dus zover over ebola. En dan als laatste wil ik jullie graag meenemen naar coronavirus. Hier aan de linkerkant zien jullie een, ik vind het een prachtig plaatje, ik weet niet of ik dat nog mag zeggen in deze tijden van een pandemie, van een coronavirus. En als jullie gaan kijken naar deze uitsnede, dan zien jullie eigenlijk ook wel waarom dit een coronavirus genoemd wordt. Dit virus heeft letterlijk een kroon. En dat zien jullie hier weergegeven aan de buitenkant van de virusmembraan. De epidemie, of eigenlijk de pandemie waar we nu mee te maken hebben van COVID-19, is echt niet de eerste uitbraak van coronavirus deze eeuw. Misschien zijn we het al een beetje vergeten, maar in 2002, 2003 kregen we te maken met Severe Acute Respiratory Syndrome. Veroorzaakt door SARS-CoV-1. 900 doden in Azië. Mortaliteit van dit virus, alhoewel altijd lastig in te schatten, wordt geschat op ongeveer 10%. Jullie kunnen je misschien nog wel herinneren de verschillende verhalen, ook in het nieuws, over lokale uitbraken die er waren van dit virus. Bijvoorbeeld in hotels, omdat die helemaal afgesloten moesten worden om te kijken of ze deze epidemie konden indammen. Nou, gelukkig is dat gelukt. 10 jaar later. MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, is iets minder in het nieuws geweest. Enorme mortaliteit van 35%, ongeveer 900 doden ook. Dit virus is nog steeds onder ons. Dit virus verblijft namelijk in het reservoir. En het reservoir van deze zoonoos is een kameel, zoals hier weergegeven. Dan denk je, hoe kan er nou overdracht zijn van een kameel naar een mens? Nou, ik denk dat als je naar dit plaatje kijkt en naar het intieme contact wat er blijkbaar toch is tussen kamelen en de kamelenhouders, dan kun je begrijpen dat dit nog steeds zorgwekkend is en ook angstvallig in de gaten gehouden wordt. Zeker omdat het hier een virus betreft met een mortaliteit van 35%. Dus dit was in 2012 en dan krijgen we 2019, SARS-CoV-2. Dus dat is de epidemie, de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Ik heb van de week nog even weer de data gecheckt op het corona dashboard van de WHO. 46 miljoen infecties wereldwijd, geschat meer dan 1,2 miljoen doden. En de mortaliteit van dit virus wordt geschat op ergens tussen de 1 en de 5%.
Het is ontzettend ingewikkeld om een goede inschatting te maken van de mortaliteit van een infectieziekte. En dat komt eigenlijk omdat wij rekenen met wat wij dan noemen case fatality ratios. En dat betekent eigenlijk dat je gaat kijken naar de sterfte in een land en die zet je dan uit tegen het aantal besmette patiënten die gediagnosticeerd zijn. Maar je kunt je voorstellen dat je misschien nog wel een aardige inschatting kunt maken van sterfte of van oversterfte in een land, maar dat het heel erg ingewikkeld is om een goede inschatting te maken van het aantal mensen dat besmet is geweest met deze infectieziekte. We weten ook, en daarom is het ook heel moeilijk om deze cijfers te geven, dat het heel erg afhankelijk is van bijvoorbeeld de leeftijd. De mortaliteit is heel erg anders in een kind van 10 ten opzichte van iemand van boven de 80. En die mortaliteit is ook heel erg afhankelijk van comorbiditeit. Of iemand obese is, of iemand last heeft van diabetes, van hartfalen, van longproblemen. En er komt nog eens bij dat ook de mortaliteit heel erg afhankelijk is van de infrastructuur. En met name de infrastructuur van de gezondheidszorg in bepaalde landen. En ook van de sociaal-economische status van een land. Als we even teruggaan naar Zuid-Afrika, waar ik zelf vaak kom en veel onderzoek doe, hebben we een enorme COVID-epidemie op dit moment. Het land had in eerste instantie alles redelijk onder controle, omdat ze een lockdown hadden, maar dat was niet meer te handhaven. Want heel veel mensen zijn dagloners en afhankelijk van het geld dat ze elke dag maar weer verdienen. En je kunt een land niet eindeloos op slot houden, omdat mensen dan uiteindelijk geen eten meer kunnen kopen. Dus het is een enorme ingewikkelde toestand om goed inzicht te krijgen in de impact van een infectieziekte in een bepaald land en om de mortaliteit goed in te kunnen schatten. Dan zult u zich misschien afvragen, wat maakt nou het succes, oftewel de fitness van dit virus, zoveel hoger dan van SARS-CoV-1? De naam lijkt heel erg op elkaar, SARS-CoV-1 en SARS-CoV-2. De virussen, als we zo'n filogenetische boom zouden maken, lijken ook heel erg op elkaar. Veel mensen in de wereld buigen daar hun hoofd over. Wat wij denken, wat een van de redenen van het succes is, is dat dit virus de kop op heeft gestoken in Wuhan. En Wuhan, ik had er nog nooit van gehoord, maar is een heel groot stedelijk gebied in China. Heeft een grote internationale luchthaven, heeft opnieuw, net als zeg maar Kinshasa in Afrika, goede bereikbaarheid door de trein. Dus het is ook een gebied waar het virus zich redelijk snel van kan verspreiden en eigenlijk ook door heel China kan verspreiden. En een andere succesfactor, als we even vanuit het virus redeneren, is dat dit virus besmettelijk is voordat je klachten krijgt. En dat in tegenstelling tot SARS-CoV-1, waarvan we echt denken dat dat virus alleen maar besmettelijk is op het moment dat je echt klachten hebt. En dat betekent dus eigenlijk dat op het moment dat jij nog helemaal geen klachten hebt, je wel het virus kan verspreiden om je heen. En voor het virus is dat natuurlijk heel erg handig, want die kan op deze manier heel makkelijk en heel ver om zich heen grijpen. Dus dat wordt een beetje gezien, zeg maar, als de onderliggende factoren voor het succes van de huidige COVID-19-epidemie. Dan heb ik hier een dia gemaakt die ontzettend lelijk is. Dat ben ik helemaal met jullie eens. Maar ik heb hem toch gemaakt omdat ik jullie heel even mee wilde nemen door de tijdslijn. En dan in eerste instantie even de tijdslijn van deze pandemie. Maar als laatste toch ook heel even de tijdslijn van alle dingen die we als wetenschap, zeg maar, al bereikt hebben in deze korte periode. Dus laten we even teruggaan naar 31 december 2019, laatste dag van vorig jaar. China komt met een bericht dat er een onbekende virale pneumonie is uitgebroken in Wuhan. 27 mensen op dat moment zijn geïnfecteerd met deze onbekende infectieziekte. Ik denk zelf dat de Chinezen hier al veel langer van op de hoogte zijn. Als ik praat met mijn collega's in het Erasmus, dan hebben zij ook veel eerder geruchten gehoord over een bepaalde infectieziekte die heerst. Maar dit is het moment waarop zij officieel naar buiten komen. Een week later ongeveer laten ze weten dat we te maken hebben met een nieuw coronavirus. SARS-CoV-2. Twee dagen later wordt de sequentie beschikbaar gesteld van dit virus. En dat is enorm belangrijk, want het helpt ons niet alleen met het opzetten van goede diagnostiek, maar het helpt ons ook en het geeft echt richting aan de ontwikkeling van medicijnen en vaccins. Een maand later zijn de eerste gevallen van deze epidemie in Europa. Vooralsnog was daarvoor SARS-CoV-1 eigenlijk met name geconcentreerd op Azië, maar nu lijkt het toch dat deze virusinfectie over de wereld trekt. Weer een maand later
21 februari geeft het RIVM aan dat zij nog geen dreiging zien, geen directe dreiging zien voor Nederland. Maar we zien wel nu ook de eerste patiënt in Italië. 2 dagen later, 23-2, staat niet op deze lijst, is het carnaval in Nederland. En dat betekent dat eigenlijk mensen terugkomen uit Italië, carnaval gaan vieren, met name in het zuiden van het land, maar ook in Twente. En we zien dan ook de eerste bevestigde gevallen van COVID-infectie eind februari in Nederland. En eigenlijk is vanaf dat moment het hek van de dam. 11 maart verklaart de WHO dat we nu officieel te maken hebben met een pandemie. En een dag later gaat onze intelligente lockdown in Nederland en wordt Nederland stil. In de zomer, afgelopen zomer, zagen we veel minder infecties en was er ook een versoepeling van de maatregelen. Nou, en 14 oktober ging er opnieuw de gedeeltelijke lockdown in Nederland in, omdat we toch echt op dat moment in de tweede golf van de COVID-epidemie zitten. En we hebben vanavond allemaal kunnen horen dat deze gedeeltelijke lockdown de komende 2 weken nog iets verder aangescherpt is. Als we dan gaan, zeg maar, vanuit, weet je, deze tijdslijn van de epidemie gaan naar de tijdslijn van hoe is hier nu op gereageerd, dan is heel snel diagnostiek opgezet, wereldwijd eigenlijk. Maar wat qua behandeling, zeg maar, van deze infectieziekte, kwamen de eerste positieve signalen deze zomer in juni, waarbij aangegeven werd dat dexamethason echt een vermindering geeft van de mortaliteit als er sprake is van een ernstige infectie. En dexamethason is eigenlijk een medicijn dat de uit de hand gelopen immuunreactie van ons lichaam op COVID kan onderdrukken. En vandaar dat het dus ook eigenlijk alleen werkzaam is en goede resultaten geeft op het moment dat jij een hele heftige infectie hebt. En dan ben je vaker opgenomen in het ziekenhuis of lig je op de IC. Iets anders is remdesivir. Remdesivir is een antiviraal medicijn, oorspronkelijk ontwikkeld tegen ebola. Niet werkzaam tegen ebola. Maar in de afgelopen jaren was wel duidelijk geworden dat remdesivir werkzaam was tegen SARS-CoV-1. Dus toen SARS-CoV-2 in januari naar boven kwam, werd remdesivir vrij snel getest en werd ook gezien dat het een antiviraal middel is en werd ook de productie van remdesivir opgeschroefd. Remdesivir is al een tijdje verkrijgbaar in Nederland, alhoewel nog steeds niet voldoende beschikbaar, omdat Amerika heeft besloten dat ze de grootste batches van remdesivir echt zelf willen houden, wederom America first. En afgelopen week is voor het eerst remdesivir goedgekeurd door de FDA als antiviraal medicijn voor de behandeling van COVID-19. En dan als laatste, en dat is denk ik iets waar we allemaal heel erg naar uitkijken, is het feit dat de eerste effectiviteitsdata van de fase 3 vaccinstudies eind van dit jaar gepubliceerd gaan worden. En dat is echt uniek. Want normaal gesproken doen we er jaren over voor de ontwikkeling van een vaccin tegen een infectieziekte. En we hopen allemaal van harte, zeg maar, dat deze nieuw ontwikkelde vaccins, onder andere door Janssen uit Nederland, maar ook het Oxford vaccin, en zijn er nog vele in ontwikkeling, effectief blijken te zijn en hopelijk begin volgend jaar ingezet kunnen worden als ringvaccinatie, ingezet kunnen worden voor de kwetsbaren onder ons en ingezet kunnen worden misschien voor de mensen die in de zorg werken. Dat brengt ons toch uiteindelijk bij de vraag van deze lezing. En dat is, wordt de evolutie van ziektekiemen ons fataal, ja of nee? Als we dan even teruggaan in de tijd, en nu gaan we echt heel erg terug in de tijd, dan zien we dat er 5 massa-extincties zijn geweest deze wereld. En dat deze massa-extincties niet veroorzaakt werden door ziektekiemen, niet veroorzaakt werden door infectieziekten, maar veroorzaakt werden door vulkanische activiteit, inslagen van meteoriet of asteroïd en klimaatverandering. En als we dan ook gaan kijken naar het effect van ziektekiemen op de wereldbevolking, en hier zie je eigenlijk de wereldbevolking weergegeven, dan zie je dat er een heel klein dipje zit in de groei van de wereldbevolking. En deze dip wordt toegewezen aan de Zwarte Dood, aan de plague, die inderdaad in de middeleeuwen heerste. Iets anders wat hier opvalt, en dat is iets wat mij echt heel erg verontrust, is de oneindige ongebreidelde groei in de wereldbevolking die hier zit. Het is echt een exponentiële groei. En dan wil ik graag toch even terugpakken op Thomas Malthus. Daar zijn we deze lezing mee begonnen. Hij gaf aan, ook al was hij een pessimist en werd hij als pessimist gezien, dat er geen ongebreidelde groei kan zijn in een populatie. En hij introduceerde Struggle for Life.
En op basis hiervan wordt er veel gespeculeerd dat uiteindelijk deze overbevolking ons fataal gaat worden. Fataal gaat worden in de zin van dat er oorlog zal uitbreken, dat er hongersnood zal zijn en misschien dat er wel een pandemie zou kunnen komen. Als we dan gaan kijken naar die pandemie, wat is er dan nodig voor een uitbraak die ons echt fataal zou kunnen worden? Ik denk dat we dan toch kijken naar een relatief nieuw pathogeen, waar we nog geen effectieve afweer tegen hebben. Maar dat pathogeen zal een goede balans moeten hebben tussen fitness en virulentie. Als het te virulent is, bijvoorbeeld ebola, dan zal je zien dat er misschien wel een heftige epidemie gaat plaatsvinden, maar dat het niet zal resulteren in een pandemie. Dus als we dan zouden moeten speculeren, zou ik mijn kansen zetten op een coronavirus of misschien op een influenzavirus. Dat in beide gevallen luchtoverdraagbaar. Als het een beetje mortaliteit heeft, een coronavirus, influenza, ligt de mortaliteit echt wat lager van. Maar naast een nieuw virus zouden we eigenlijk ook moeten gaan kijken naar de verspreiding van dit virus. En daarvoor hebben we eigenlijk overbevolking nodig. Of eigenlijk in ieder geval een hele dense bevolking zonder effectieve afweer. En die mensen moeten dan ook bij voorkeur nog eens keer heel snel verspreiden over de wereld. Oftewel, er moet globalisering zijn. Maar ik denk dat we in ieder geval aan deze eisen hier qua verspreiding op dit moment wel voldoen. Misschien nu op dit moment niet, omdat er nu niet zoveel gereisd wordt over de wereld. Maar dat deden we eigenlijk een jaar geleden wel. Het interessante is nu, en daarom wilde ik dat net ook even aanhalen, wat we allemaal al bereikt hebben, zeg maar, als wetenschap. Is dat wij ons nu wel voor het eerst bewust kunnen zijn van het feit dat er een nieuwe massa-extinctie zou kunnen aankomen. Dat we ons bewust kunnen zijn van het feit dat er een nieuwe pandemie aankomt. En bewust kunnen zijn van die dreiging die er is. Dus misschien dat we iets kunnen gaan doen aan deze massieve overbevolking. Ik denk dat dat echt de bedreiging voor deze wereld is. En mocht er dan een pandemie komen, dan hoop ik dat we deze in een heel snel stadium kunnen ingrijpen. Zodat we echt die hele grote pandemie kunnen voorkomen. En dat we snel reageren en hopelijk een nieuwe uitbraak en een nieuwe grote pandemie wereldwijd, die ons echt fataal zal zijn, kunnen voorkomen. En daar wilde ik het graag bij laten. Dus als er vragen zijn van jullie naar aanleiding van deze lezing, dan hoor ik het graag. Ja, ja. Dankjewel, Monique. Heel interessant. Was ik te horen? Volgens mij niet. Edwin, ik graag je reactie. Je was gemute inderdaad. Ja. Maar Monique, ontzettend bedankt voor deze ontzettend interessante lezing vanuit jouw perspectief op niet alleen de huidige situatie waar we in zitten, maar juist ook die in het verleden. Ik denk dat we daar ontzettend veel van kunnen leren. Ik wou nog wel even iets meegeven over wat betreft virus, als we kijken naar het hele verre verleden, wat je net al even gedaan hebt. Als we kijken naar namelijk ons eigen genoom. Een heel groot deel van ons, of een relatief groot deel als je het bekijkt, is een onderdeel eigenlijk geweest van ooit zo'n endogeen of een retrovirus zoals bijvoorbeeld HIV. Als je kijkt naar ons DNA, dan bestaat zo'n 8%, als ik het goed heb wat betreft de laatste schattingen, uit zo'n overblijfsel van zo'n retrovirus. Wat ook ontzettend belangrijk is geweest voor de evolutie van bijvoorbeeld onze placentale zoogdieren. De fusie van cellen die dus voorkomend is eigenlijk door de eiwitten van onder andere dit soort retrovirussen. Dus een ontzettend interessant beeld nog over veel langere lagen van de tijd. Goed, dat gezegd hebbende, ik had eigenlijk wel een vraag, of in ieder geval waarvan ik benieuwd ben wat jouw beeld daarvan is als virologe. Als we kijken naar bijvoorbeeld het voorbeeld van die myxomatose. En dan gaf je aan van, het was eigenlijk een soort evolutie de andere kant op. Hè, dat er dus een soort latent virus ontstond, of in ieder geval minder virulent. Maar ons eigen immuunsysteem kan soms ook juist selecteren voor hele hoge virulentie. Sterker nog, onze eigen behandelingen zouden zelfs daar eigenlijk aan kunnen bijdragen aan de evolutie van virulentie. Is dat dan niet iets wat we ook mee zouden moeten nemen in het ontwikkelen en het nadenken over dit soort situaties? Dat we ook op moeten passen, denk je daarmee? Of valt dat mee?
Ja, ik wil nog graag heel even terugkomen op het eerste punt. Het is helemaal waar. Ons DNA zit echt voor mijn gevoel chockvol met allerlei overblijfselen van retrovirussen. We zeggen altijd, er zit meer retrovirus in ons dan dat wij oorspronkelijk gedacht hadden. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat als wij vanuit het virus denken, en dan kom ik ook een klein beetje weer terug op jouw eerste opmerking over retrovirus, is natuurlijk altijd de ultieme vraag, wanneer ben je nou als virus het meest fit? Dat is eigenlijk als je van de ene gastheer, van de ene persoon naar de andere persoon heel makkelijk kunt overdragen. Dus je zou zelfs kunnen denken dat een latent retrovirus super fit is. Hoeft er eigenlijk niets voor te doen, maar het genetische materiaal wordt eigenlijk wel weer van moeder op kind, zeg maar, steeds weer doorgegeven. Dus dat gezegd hebben is het ene deel van het verhaal. En wat wij zien bij actieve virusinfecties is over het algemeen dat er heel erg gezocht wordt naar die balans. Dus aan de ene kant virulentie en aan de andere kant fitness. En uiteindelijk denk ik dat het meest fitte virus is het virus dat in staat is om zich goed aan te passen en om zich heel snel te vermenigvuldigen in allerlei verschillende omgevingen. Dankjewel. Dan gelijk even eigenlijk verdergaand op jouw opmerking over die mutatie van virussen. Correct me if I'm wrong, maar HIV is volgens mij typisch een virus wat juist een hele hoge capaciteit heeft, dus tot mutagene evolutie. Wat betekent dat eigenlijk voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een vaccin? Kunnen we dan ooit wel een goed vaccin maken voor een virus wat continu eigenlijk aan het evolueren is? Ja, je hebt helemaal gelijk. HIV is eigenlijk kampioen in het maken van mutaties en kampioen in het ontsnappen. En dat komt eigenlijk omdat HIV zichzelf vermenigvuldigt en in dat hele proces zit geen proofreading. Zo noemen wij dat. Er zit geen correctiemechanisme op. Dus elke fout die het virus maakt, is ook een fout die overgedragen wordt naar de nakomelingen van dat virus. Dus we zien inderdaad dat als iemand geïnfecteerd is met één virusvariant, dat eigenlijk binnen een aantal dagen zo iemand al een hele zwerm aan verschillende virusvarianten bij zich draagt. En dat is een heel groot probleem voor ontwikkeling van een vaccin. Want zoals ik al aangaf, wij behandelen en wij genezen en wij ontwikkelen geen vaccin tegen maar één variant, maar eigenlijk tegen die hele quasi-species. En als je gaat kijken naar iemand die ongeveer 6 jaar lang geïnfecteerd is met het virus en een aantal berekeningen aan gedaan, dan heb je eigenlijk dezelfde variatie als een wereldwijde influenza-pandemie die je moet behandelen. Dus dat geeft een beetje de orde van grootte van variatie aan waar je tegenop moet boksen bij de behandeling en bij het ontwikkelen van het vaccin. Dus dat is denk ik één probleem bij het ontwikkelen van het vaccin. Een ander probleem bij het ontwikkelen van een effectief vaccin, dat is dus ook nog steeds niet gelukt tegen HIV, is het feit dat dit virus zich nestelt in cellen van ons immuunsysteem, die een hele belangrijke rol spelen juist bij het aanzwengelen van een afweerreactie tegen het virus. En er komt eigenlijk nog een derde bij, en dat is als we nu gaan kijken naar alle infectieziekten waartegen wij een effectief vaccin hebben ontwikkeld in het verleden, zijn het ook virusinfecties die mensen soms op natuurlijke wijze wel al kunnen klaren. Bijvoorbeeld over hepatitis C, maar hebben we het ook over bijvoorbeeld ebola. Weet je, de helft van de mensen geneest van ebola. Is nog steeds maar heel weinig, maar het is wel de helft van de mensen. En geneest eigenlijk niemand van een HIV-infectie. En dat geeft al aan dat het heel erg moeilijk is om het lichaam zover te krijgen om een goede infectie of goede afweer te krijgen tegen deze infectie. En ik denk dat als je al deze drie dingen bij elkaar stopt, dat het aangeeft dat het echt een enorme prestatie is om een effectief vaccin te ontwikkelen tegen HIV. We willen wel een beetje positief eindigen op deze vraag. En dat is, er wordt op dit moment een vaccin getest in Afrika tegen HIV. Opnieuw ook ontwikkeld door Janssen, zeg maar, het bedrijf uit Nederland. En de eerste data daarvan zijn heel erg hoopvol. En ik denk dat wij er nog steeds niet zijn, maar we zijn er wel dichterbij dan ooit. Ondanks het feit dat Trump zei dat er al lang een vaccin was tegen HIV, is dat helaas nog niet het geval. Oké. Heb ik nog ruimte voor vragen? Ik kijk even naar Laura. Ik denk dat je nog één vraag kan stellen en dat we dan nog wat dingen uit de chat gaan behandelen. Oh, één vraag nog. Dan moet ik even gaan kiezen. Ja, en misschien is erna nog wel, komt er nog iets tussendoor. Ik heb één vraag die denk ik ook voor het publiek wel leuk is. Of in ieder geval interessant is, of die leuk is, weet ik niet. Als we kijken naar klimaatsverandering, dan is een van de dingen die wellicht niet zo bekend is bij het hele brede publiek, is dat het natuurlijk te maken heeft aan de ene kant uiteraard met de opwarming van de aarde, de problemen die dat voor ons gaat leveren.
Dan laat nog even losstaand de nieuwe verspreidingen van ziektes die dat met zich mee kan brengen. Denk bijvoorbeeld eventjes aan de muggen die zich nu ook meer gaan thuisvoelen in onze contreien, die dan vanuit meer rond Evenaar. Maar een ander probleem is het smelten van bijvoorbeeld de permafrost. Waar ook allerlei oude, met aanhalingstekens oude pathogenen zich in bevinden. En we weten vanuit de evolutionaire biologie dat ons immuunsysteem ook mee evolueert eigenlijk ten dele met de bestaande pathogenen. En dat we dus ook vaak minder slecht of minder goed eigenlijk bestand zijn tegen de oude pathogenen versus de nieuwe pathogenen. Dus wat is jouw blik op die consequentie eigenlijk van klimaatsverandering? Ja, dat is een hele interessante. Er wordt veel over gespeculeerd ook. Mensen zijn ook angstig voor wat er inderdaad nog naar boven gaat komen als gevolg hiervan. Iets anders waar mensen ook angst voor hebben is dat door klimaatveranderingen dieren ook op andere plekken zeg maar met elkaar in contact gaan komen. Wat misschien weer zou kunnen zorgen voor nieuwe zoonoses. Oftewel nieuwe infectieziekteuitbraak. Dus ik denk dat klimaatverandering niet alleen grote problemen heeft voor bijvoorbeeld de biodiversiteit op aarde, maar dat we ook inderdaad blootgesteld kunnen gaan worden aan oude, maar misschien ook wel weer aan hele nieuwe pathogenen. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel. Er werd druk gechat, ook onderling een beetje gediscussieerd. Ik zie ook een vraag voorbij komen van Henk Offermans. En hij zegt, bundelen virologen zoals mevrouw Nijhuis, Anne Wensing en anderen hun krachten bij het onderzoek naar het ontwikkelen van een HIV-vaccin? En ik denk ook dat we eraan kunnen toevoegen naar behandelingsmethoden. En misschien ook wel in hoeverre bundel je krachten met andere vakgebieden bij het onderzoek naar HIV. Ja, hele goede en hele leuke vragen. En dat gebeurt zeker. Ik weet niet of het toeval is dat hij de naam Anne Wensing noemt. Zij is viroloog binnen het UMC in Utrecht. En samen met haar leid ik de hele onderzoeksgroep op het gebied van HIV. En ook op het gebied van coronavirus op dit moment. En wat wij doen is dat wij in onze eigen onderzoeksgroep al eigenlijk twee disciplines met elkaar verbinden. Dat betekent mijn collega Anne Wensing is klinicus van achtergrond en ik ben bioloog van achtergrond. Dus eigenlijk verbinden we eigenlijk al deze twee vakgebieden met elkaar. Maar we hebben ook zeker binnen het ziekenhuis, maar ook binnen de universiteit en binnen Nederland en eigenlijk wereldwijd heel veel contacten met mensen over verschillende disciplines heen. En ik denk ook pas dat als je echt over een discipline heen denkt, dat je dan met een hele innovatieve nieuwe oplossing kan komen voor een probleem waar je zelf heel erg mee vastloopt. En als voorbeeld wil ik heel even aangeven, de eerste patiënt die genezen is van HIV is ook een onderwerp waar we veel aan werken. En de eerste patiënt die genezen van HIV is niet genezen door een viroloog, maar is eigenlijk genezen door een hematoloog. En wat hij gedaan heeft, is dat hij een patiënt die niet alleen HIV positief was, maar ook een bepaalde vorm van bloedkanker had, heeft hij stamcellen gegeven die qua origine resistent waren tegen HIV-infectie. Dus je ziet soms dat vanuit hele andere disciplines en nieuwe invalshoeken eigenlijk dingen worden bereikt die je vanuit je eigen discipline niet zou verwachten. Dus dat is denk ik zeker het geval. En ik vind het altijd heel erg leuk om op over de disciplines heen te werken en te denken. En dat wat ik wel heel erg mis op dit moment, in dit jaar waarin we heel weinig gereisd hebben en weinig congres hebben gehad, is juist die interactie met andere mensen. We hebben natuurlijk heel veel interactie via Teams of via Zoom of via WebEx. Maar ik merk toch dat ook bij elkaar zitten en echte plannen maken van groot belang is. En dat is wel iets wat ik op dit moment heel jammer vind dat we dat niet kunnen doen. En in hoeverre spelen bijvoorbeeld geesteswetenschappen of sociale wetenschappen een rol in het onderzoek naar HIV? Ja, die spelen een hele grote rol. We hebben heel goed contact met sociale wetenschappers, ook in de Universiteit van Utrecht, maar ook verder in Nederland. En met name op het gebied van behandeling en genezing van HIV. Je kunt zich voorstellen dat wij bijvoorbeeld onderzoek doen in Zuid-Afrika samen met mensen van de sociale wetenschappen. Dan gaat het met name om hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen
ondanks alle barrières die er zijn in Zuid-Afrika, toch in staat zijn om elke dag wederom zeg maar hun medicatie te nemen. En de barrières waar ik dan even aan refereer is bijvoorbeeld geen geld hebben, geen werk hebben, slechte gezondheidszorg hebben, maar toch iedere keer weer die discipline opbrengen om op tijd naar de arts te gaan, om hun medicatie op te halen, weet je, ondanks alle andere dingen die spelen. Dus wij doen al heel veel onderzoek naar met sociale wetenschappen en ik denk ook dat dat heel erg van belang is om de behandeling, maar uiteindelijk ook de genezing van HIV verder te helpen. Ik heb nog een vraag die voortkomt uit de chat. In hoeverre moeten we bij het coronavirus ook rekening houden met de zogenaamde quasi-species? En dan vooral op het gebied van vaccineren en behandelen. Ja, dat is een hele goede vraag. Edwin gaf net al even aan het begin aan dat HIV zeg maar een meester is in het maken van mutaties. Nou, dat klopt. Coronavirus is dat gelukkig veel minder. We zien ook dat er wel varianten nu ook circuleren wereldwijd van dit coronavirus. Maar die lijken allemaal nog heel erg op het oorspronkelijke virus dat het Wuhan-virus wordt genoemd. Dus ik denk dat dat veel minder speelt zeg maar, voor dit coronavirus op dit moment dan voor HIV. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen ontsnappen mogelijk is aan behandeling, of dat er geen ontsnappen uiteindelijk mogelijk is aan een vaccin. Want dat is uiteindelijk wat evolutie is. Het virus verandert. Het wordt niet ingegeven door de behandeling of door het vaccin. Maar het virus verandert constant. En in het geval van coronavirus een klein beetje. Op het moment dat er dan toevallig een variant is ontstaan die toevallig resistent is tegen remdesivir, of die toevallig kan ontsnappen aan het vaccin, dan zal je zien dat dat virus een evolutionair voordeel heeft en uiteindelijk dan weer de wereld zal gaan domineren. Dus het kan zeker. En dat is ook iets waar echt rekening mee wordt gehouden. En dat is ook een van de redenen waarom we eigenlijk graag het succes van HIV qua behandeling willen gaan herhalen voor COVID. En dat betekent dat we niet alleen afhankelijk willen zijn van remdesivir, maar dat eigenlijk naast remdesivir nog een heel paneel moet komen aan andere antivirale middelen die allemaal in combinatie gebruikt kunnen gaan worden, of die in ieder geval achter elkaar gebruikt kunnen gaan worden als er sprake zou zijn van de ontwikkeling van een resistent virus. En zou je kort iets kunnen uitleggen over in hoeverre de vorm van het virus belangrijk is of voor de werking van de medicijn? Of wel of niet werken van de medicijn? Moet je me even helpen wat je bedoelt met vorm van het virus? Ja, ik noem dat vorm omdat ik natuurlijk een beetje een leek ben. Maar als er dus een nieuwe variant komt, heeft die dan een andere vorm waardoor het medicijn niet meer werkt? Of wat is er anders aan dat virus op die weg? Ja, wat je kan voorstellen is remdesivir, maar ook heel veel HIV-medicijnen, überhaupt heel veel antivirale medicijnen, zijn allemaal gericht tegen het enzym dat ervoor zorgt dat het genetisch materiaal van het virus zich kan vermenigvuldigen. En dat is zo'n belangrijk proces voor het virus dat hij eigenlijk zijn eigen enzym daarvan bij zich draagt. Heel veel van de machinerie wordt gebruikt van de gastheer, maar dit is zo essentieel dat het van het virus zelf is. En wat je dan kan zien bijvoorbeeld als een mutatie gemaakt wordt in dat enzym, dan zie je bijvoorbeeld dat dat enzym niet langer remdesivir herkent als zeg maar een bouwsteen voor ons DNA of een bouwsteen voor ons RNA in het geval van coronavirus. En dat er dus eigenlijk het enzym in staat is om te discrimineren tussen het medicijn en de normale bouwsteen en het medicijn links laat liggen en op die manier resistent wordt. Dat is een veelgebruikt mechanisme door virus om resistent te worden tegen die medicijnen. Dus het virus zelf heeft niet echt een andere vorm. Wat je ziet is dat de vorm van het enzym een klein beetje anders wordt, waardoor die heel makkelijk kan zeggen, oké, nou remdesivir gaan we even niet inbouwen. We beperken ons eigenlijk nu tot de normale bouwstenen zeg maar van het DNA of van het RNA. Duidelijk. Leandre Gerards vraagt, is een verlaagde reactie van het immuunsysteem in vleermuizen de oorzaak dat zij niet sterven aan het coronavirus? Dat is een hele goede vraag en daar weet ik eigenlijk het antwoord niet op. Je ziet natuurlijk heel vaak bij verschillende zoonoses dat eigenlijk degene waar het virus aanwezig is, bijvoorbeeld de kameel of in het geval van HIV, zeg maar de apen, dat die eigenlijk niet heel erg ziek worden van die virusinfectie. Als ik me dan even verplaats van coronavirus en vleermuizen naar iets waar ik iets meer van weet, dat is HIV en apen, dan zie je inderdaad dat apen helemaal niet ziek worden eigenlijk van een SIV, zeg maar, infectie, dus de variant voor apen. En daar wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan om te gaan kijken van hoe het immuunsysteem dan precies interacteert met het virus. En het immuunsysteem raakt wel geïnfecteerd door het virus, maar is inderdaad niet zo overreactief in de apen als bij mensen.
Duidelijk. En we hadden het net ook, de eindvraag eigenlijk die je toch nog even aanhaalde was, gaat het ons einde betekenen? Je zei, misschien zouden er nieuwe pathogenen kunnen ontstaan. Edwin noemde net al even het smelten van permafrost en oude pathogenen die daaruit voortkomen, die eventuele bedreiging kunnen zijn. Maar hoe ontstaan er nieuwe pathogenen? Zien we dat gebeuren of komen die uit het niks? Hoe gaat dat? Nee, de pathogenen ontstaan niet echt zomaar uit het niets. Wat we zien als er een nieuwe pathogen ontstaat, is eigenlijk, als we het hebben over virussen, een zoonose. Dat betekent eigenlijk dat een redelijk onschuldig virus aanwezig in vleermuizen of aanwezig in apen, aanwezig in kamelen, daar al eindeloos lang zeg maar, circuleert en dan overstapt zeg maar in dit geval de kamelen of de of de apen zeg maar naar de mensen toe. En op dat moment is iets wat onschuldig was, wordt in één keer in iemand die dat nog nooit eerder heeft meegemaakt, mogelijk een heftige infectieziekte en mogelijk een pandemie. Dus het is niet iets wat zomaar uit het niets ontstaat, het is er wel degelijk. En er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan, naar al dit soort verschillende reservoirs, noemen wij dat dan virussen. En een bekend voorbeeld is ook influenza. Weet je, er wordt nu ook op dit moment heel erg veel onderzoek gedaan in Nederland om te gaan kijken onder bijvoorbeeld de vogels die allemaal Nederland passeren of daar bepaalde influenza varianten in variëren, in circuleren die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Dus de virussen zijn er, zeg maar, en die zitten in bepaalde reservoirs in de wereld en die hebben het vermogen om over te stappen naar een andere gastheer. Als dat de mens is, ja, dan kan dat resulteren in een epidemie of in een pandemie. Duidelijk. Edwin, misschien wil jij ook toch nog iets van je lijstje te berden brengen? Uiteraard. Nou, ik heb eigenlijk wel nog wel twee dingen en dat gaat een beetje in op, dat heeft een wat raakvlak met mijn eigen werk. Dat gaat meer over het wiskundig modelleren eigenlijk van de dynamiek. Waarvan we heel veel modellen die we eigenlijk in de evolutie en ecologie deels ook hebben, ook gebruiken in de virologie en andersom. Dat vind ik altijd een heel interessant raakvlak. En ik vroeg me af of je misschien, wat we vaak zien, is dat bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van, ik noem maar even wat, het griepvirus, wat natuurlijk de griepvaccins die we elk jaar weer toedienen aan de risicobevolking, daar gaat ontzettend veel werk aan vooraf. Je gaf net al even aan dat voor het ontwikkelen van een vaccin, dat het nu eigenlijk verbazingwekkend snel gaat. Mensen zijn vaak in de veronderstelling dat het heel erg klinisch is, dat werk. Hè? Dus we proberen dingen, we proberen uit te zoeken wat zijn de goede receptoren, wat werkt, welke eiwitten moeten we ervoor hebben, welke misschien juist niet. Maar we gebruiken ook een hele grote bak met wiskundig modelleren eigenlijk vaak bij dit soort ontwikkelingen. Ik vroeg me af of je daar misschien wat over zou kunnen vertellen. Of wat het een betekent voor het ander en hoe we dat zouden gebruiken. Ja, als we heel even terugpakken zeg maar, op het ontwikkelen van een influenza-vaccin, dan is het denk ik heel belangrijk, want dat wordt inderdaad jaarlijks aangepast, of dat zou jaarlijks aangepast kunnen worden. Wat men daarbij doet, is dat men eigenlijk wereldwijd de influenza-epidemie volgt. Influenza, net als heel veel respiratoire virusinfecties, verplaatst zich zeg maar, over de wereld afhankelijk van welk seizoen het daar is. Dus op dit moment hebben we eigenlijk net het influenza-seizoen afgesloten, bijvoorbeeld in Australië. En wat er dan gebeurt wereldwijd is dat men monitort welke virusvarianten komen er daarvoor. En dan vervolgens doet men inderdaad allerlei wiskundige modelleringen om te zien van zijn dit nou virusvarianten die zoveel anders zijn dan wat wij voorheen in Europa hebben gezien. Dat wij ons vaccin nu moeten gaan aanpassen en zodanig moeten gaan aanpassen dat wij, want dat vaccin is altijd een cocktail van verschillende zeg maar antistoffen gericht tegen, of eigenlijk verschillende eiwitten van verschillende influenza-varianten. Dus dan moeten wij die cocktail gaan aanpassen en moeten wij bijvoorbeeld die variant die nu in Australië een klein beetje opduikt, zeg maar, moeten we die nu gaan gebruiken in het vaccin in Europa bijvoorbeeld. En om daar goede voorspellingen voor te doen, wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van wiskundige modelleringen. Dus ik denk dat dat ons heel erg veel geholpen heeft wat betreft de influenza-vaccinontwikkeling. Als we dan heel even gaan kijken zeg maar, naar wat de toegevoegde waarde is van theoretische biologie, want daar hebben we het nu eigenlijk over, bijvoorbeeld op het gebied van HIV, dan is dat enorm. Wij werken ook heel erg veel samen met theoretische biologen binnen de Universiteit van Utrecht. Zij doen veel modellering aan HIV, maar ook veel modellering aan het immuunsysteem. En zoals ik eerder al zei, infecteert HIV het immuunsysteem. En zij hebben ons ook ontzettend geholpen
geholpen in het begrip van deze virusinfectie. Je kunt je voorstellen, toen ik AIO was, heel lang geleden, toen hadden we inderdaad nog maar één medicijn tegen HIV. Er was een tweede medicijn in ontwikkeling. En een van de dingen die ik toen gedaan heb als AIO, is dat ik heb gekeken wat de effectiviteit van dat medicijn was. En wat wij zagen was dat eigenlijk als we mensen dat medicijn gaven, dat ze binnen 4 weken 100% resistent waren in hun bloed tegen dat medicijn. Wij snapten er helemaal niets van. Want zoals jij al even aangaf, is HIV een retrovirus. Dat betekent dat het virus zijn eigen genetisch materiaal kan implanteren in onze cellen. En dat betekent eigenlijk ook dat die virussen constant vervolgens gemaakt gaan worden. Dus ook eigenlijk nog die wildtype virus. Dus wij snapten absoluut niet hoe dat kon, dat je 4 weken na een nieuw medicijn alleen nog maar het mutant virus in het bloed zag. Totdat wij gingen praten met theoretisch biologen en die gingen ons uitleggen dat op basis van hun wiskundige modelleringen het bleek dat het virus in staat was om de cellen die geïnfecteerd waren al binnen een dag te killen. En dus eigenlijk dood te maken. En dat dat de reden was dat we eigenlijk dat wildtype virus helemaal niet meer zagen. Dus die wiskundige modellering helpt ons heel erg. Niet alleen bij het voorspellen zeg maar, welk influenza-vaccin we moeten gaan gebruiken. Maar ook heel erg bij het begrijpen van wat de dynamiek is tussen virussen onderling. Maar ook tussen het virus en het immuunsysteem. Dus van heel groot belang. Oké. Okay. Ik kijk heel even naar Laura. Mag ik nog? Ja, die heeft een follow-up vraag. En daarna gaan we naar een vraag van Marieke uit de chat. Alright, ja, ik heb inderdaad nog wel een leuke follow-up. Je hebt het net over de interactie tussen virussen onderling. Nou, je noemde al even selection of the fittest. The struggle for life, selection of the fittest. Nou weet ik dat er ook een model is in de virologie die heet selection of the flattest. En dat gaat over het idee dat er dus weliswaar selectie is vaak voor de snellere replicator. Hè? Dus dat er gaat wie zich het snelst eigenlijk kan vermenigvuldigen. Ja, die zal qua virusdeeltje zich meer frequent voor laten komen in een gastheer. Maar die selection of the flattest die zegt eigenlijk, je kan ook juist selectie krijgen voor robuustheid tegen die mutaties. Want dat geeft je namelijk ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld tegen fluctuaties in de omgeving beter te weren, eigenlijk om het zo te zeggen. Dus in hoeverre denk je dat die interne selectie van dit soort strategieën eigenlijk, zoals we dat dan noemen, belangrijk is voor die evolutie van virus? Of verschilt dat misschien enorm per virustype? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik vind het leuk om daarover te discussiëren. Ik weet alleen of ik daar nu zo 1, 2, 3 een hapklaar antwoord op heb. Wat we heel erg bij HIV zien, is dat er zoveel mutaties gemaakt worden. Dat eigenlijk de populatie van virus ook vaak zo groot is dat het virus eigenlijk heel makkelijk kan ontsnappen. Aan de eerste instantie medicijnen, maar waarschijnlijk ook tot nu toe aan alle vaccins die geprobeerd zijn. Dus ik denk dat voor HIV op dit moment geldt aanpassing en snelheid. Weet je, dat nu weet je, echt de drijvers zijn achter de fitness van dat virus. Ik kan me ook voorstellen dat als we gaan nadenken over virussen die veel meer latent voorkomen in de zin van herpesvirussen, weet je, die eindeloos lang, als je ooit waterpok hebt gehad, weet je, eindeloos lang bijvoorbeeld in je lichaam kunnen zitten en uiteindelijk dan weer naar boven kunnen poppen, dat het een hele andere dynamiek is van een virusinfectie. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van over welk virus het hebben en over welk stadium in het leven van het virus het hebben. Of het hebben over een actieve replicatie versus een latente infectie. Ik denk dat het vooral goed is ook voor het publiek, zeg maar, om te realiseren dat virussen eigenlijk op hun schaal van het leven ook een enorme dynamiek hebben. We hebben het vaak over het virus, maar dat het virus, dat het inderdaad eigenlijk nog een hele grote pool kan zijn van een hele hoop verschillende types eigenlijk. Oké, hartelijk dank voor je antwoorden, Monique. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Marieke vraagt: Wuhan, daar horen we niks meer over. Is COVID daar onder controle en kunnen we daar wat van leren in Nederland? Dus ja, ik denk dat ze ook meteen vraagt toch wel naar jouw collega's misschien in China. Heb je daar contact mee? Hoe is het? Ja, als we dan gaan kijken inderdaad naar de epidemie in China, dan moeten we natuurlijk altijd even een slag om de arm houden. Omdat ik denk dat misschien de communicatie vanuit China niet altijd even optimaal is.
Maar dat gezegd hebben, dan lijkt het erop dat het virus aardig onder controle is daar. En ik denk dat dat mede ook te maken heeft met het rigoureuze ingrijpen dat daar gedaan is. Met de totale lockdown van de hele regio Wuhan. En vervolgens ook met andere gebieden in China, zoals Beijing, waar het virus dan weer even oppopte. Daarnaast hebben zij een systeem. En dat is, dat heeft natuurlijk van alles te maken met het feit dat het een dictatoriaal regime is, waarbij men kan opleggen dat iedereen een app op de telefoon heeft. En pas als die app groen kleurt, mag jij naar buiten. Pas als die app groen kleurt, mag jij naar een concert. Wat ongetwijfeld, onlangs was er weer een concert in China. En dus ik denk dat het een combinatie is van initieel heel rigoureus ingrijpen. Veel rigoureuzer nog dan dat wij hebben gedaan in Europa. Gevolgd door een systeem waarbij ze mensen echt tracen. En mensen echt in lockdown het gebouw niet uit mogen. Er staan gewoon mensen bij de uitgang van je flatgebouw en je moet je telefoon laten zien. En als die niet groen is, dan moet jij weer naar binnen. Weet je, dat is een totaal ander beleid, zeg maar, dan wat wij hier in Europa hebben, bijvoorbeeld. En ik ben ook niet een groot voorstander van het beleid in China. Maar je ziet dat het voor het bestrijden van deze virusinfectie wel effectief is geweest. En heb je veel contact met collega-virologen? We hebben eigenlijk veel contact met collega-virologen van over de hele wereld. En er worden ook verschillende strategieën besproken. Bijvoorbeeld uitgebreid contact gehad met de collega's in Australië. Australië heeft natuurlijk als voordeel dat het een eiland is. Het is wel een heel groot eiland, maar het is wel een eiland. Dus Australië had eigenlijk het virus redelijk onder controle, totdat er een enorme uitbraak was in Victoria, in Melbourne. En ook zij hebben gekozen voor hele strikte regels. Mensen, een avondklok, mensen mochten niet langer dan 2 uur naar buiten, niet naar het werk. Alleen maar essentiële boodschappen doen, binnen 5 kilometer. Als je naar buiten gaat, $1000 boete. Weet je, echt geen malse maatregelen. En daarbij hebben we het gezien dat het aantal besmettingen nu echt terug naar nul is. Dus weet je, met dit soort rigoureuze maatregelen krijg je het virus wel onder controle. De vraag is natuurlijk alleen, weet je, hier in Nederland zijn we veel meer op zoek naar het evenwicht. Het evenwicht tussen virusinfectie, economie en het welbevinden van de populatie. Dus afhankelijk van welke keuzes je daarin maakt, krijg je de epidemie meer of minder onder controle. En ik denk dat voor Australië ook heel belangrijk is, omdat zij hun grenzen natuurlijk heel goed kunnen beschermen, dat het een eiland is. Dat ze echt gaan voor nul nieuwe infecties en dat ze dan eigenlijk daarna het land weer open kunnen zetten. En dat is voor Nederland natuurlijk veel moeilijker. Want weet je, wij wonen natuurlijk in een continent met heel veel verschillende landen en met heel veel verschillende regimes. Dus dat is niet de stip aan de horizon voor ons. En dat is anders voor Australië. Ja. Ik dacht misschien nog leuk om een afsluitende vraag te doen. In hoeverre ben jij blij met de hernieuwde aandacht voor je vakgebied door deze pandemie? Hoe voel je daarbij? Ja, hernieuwde aandacht. Weet je, het klinkt allemaal leuk en aardig, hernieuwde aandacht, maar even in de praktijk betekent het dat op het moment dat wij in maart in lockdown gingen, dat mijn onderzoek ook in lockdown ging. Mm-hmm. En dat betekende eigenlijk dat ik de groep van mij die aan HIV werkt naar huis kon sturen. We hebben toen wel snel zeg maar, onze aandacht ook verlegd van alleen HIV naar ook coronavirusinfecties. En we hebben een deel van ons lab ingericht om te werken aan COVID-19. Dus wat dat betreft is het zeker wel ook echt een mogelijkheid voor ons geweest om onderzoek te doen. Maar in eerste instantie was het een enorme, een enorme beperking van ons onderzoek. Wat we nu wel zien, en dat is denk ik wel interessant ook weer aan dit coronavirus, is dat je vanuit coronavirus onderzoek weer allerlei nieuwe paden inslaat. En sommige van die paden hebben heel veel overeenkomsten met HIV of met een andere virusinfectie. Dus je breidt je netwerk weer uit en je leert weer nieuwe dingen. En die nieuwe dingen kun je eigenlijk ook wel weer heel mooi toepassen op het onderzoek dat je doet op het gebied van HIV. Dus ik weet niet of ik zo heel erg zat te wachten op hernieuwde aandacht. Want ik had het idee dat HIV wereldwijd niet uit de aandacht was. In Nederland misschien wel een beetje. Maar ik denk wel dat dit, afgezien van de eerste periode waar we echt in lockdown waren, ons ook wel weer nieuwe mogelijkheden geeft om nieuwe paden in te slaan. En nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Die niet alleen voordeel hebben voor coronavirus, maar waarschijnlijk uiteindelijk ook wel voor ons HIV-onderzoek.
Ja. Nou, dankjewel voor je duidelijke verhaal. Wat ik zeg, jij bedankt, Monique Nijhuis. Edwin Post bedankt voor zijn reactie. En ik wil ook mijn collega Niels Tjonk nog even bedanken voor het modereren van de chat. Bedankt alle kijkers die hierbij waren vanavond. Bedankt voor het stellen van de vragen. Als je denkt, ik wil het nog een keer terugkijken, of wel een van de andere lezingen terugkijken die Monique ook aanhaalde in haar presentatie, dat kan natuurlijk. Ga naar www.sg.uu.nl en daar onder het kopje video's kan je alles terugvinden. In deze lezingenreeks, dat is nou evolutie, hebben we nog één laatste aflevering. Dat is op 24 november. Dan gaan we het hebben over bioloog professor Dr. Merel Soons. En zij gaat uitleggen hoe planten zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. En of zij ons ook kunnen helpen om de klimaatcrisis te overleven. Dus weer een iets ander onderwerp, maar het gaat wel weer over evolutie. En als je daarin geïnteresseerd bent, kun je dus intunen op 24 november. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne avond.